Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd. We zijn namelijk uit een luchtschip gevallen, midden in de jungle, dus ik ben benieuwd. Oh, au, professor, waar zijn we, denkt u? Dat vraag ik me ook af, Luke. Professor, Luke. Gelukkig, we vreesden dat we jullie nooit meer zouden vinden. Ik was zo bang dat jullie iets vreselijks zou overkomen. Gaat het een beetje? Ons mankeert niks, gelukkig. Maar ik ben bang dat ik niet weet of dat voor dat meisje ook geldt. Oh hemel, ik hoop dat ze in orde is. Ja, het was nogal een val. U heeft overigens wel interessante landingsplaatsen uitgezocht. Oh, weet u dan waar we zijn? Jazeker. We staan aan de oever van Loch Lekkerbek. Lekkerbek, oké. Of zoals de dorpelingen het noemen, het Sirenemeer. Men zegt dat hier kwade geesten huizen die stervelingen naar het water lokken. En zich laven aan hun wanhoop. Oké, spannend. Werkelijk? Het is natuurlijk allemaal bijgeloof. Ik denk dat de legende is ontstaan door de grote aantal luchtschepen dat hier neerstort. In het omringende bos zijn ook heel wat luchtschepen neergestort. Aha, vandaar de naam het Sirenemeer. Het klinkt niet als een plek waar het veilig is voor een jong meisje in haar eentje. We kunnen haar maar beter gaan zoeken. Inderdaad, we hebben geen tijd te verliezen. Ik vermoed dat we een flinke dosis geluk nodig hebben. Dit bos is ronduit enorm. Die is cute, maar die is nog cuter. Het is een eekhoorning. Die is toch cute? Kijk eens, professor, een eekhoorn. Ach, wat schattig. Weet je, Luke, ik vraag me af of hij wellicht onze jonge dame heeft gezien. Dit lijkt me een uitstekende gelegenheid om gebruik te maken van je gave om met dieren te praten. Natuurlijk, professor. Laat dat maar aan mij over. Hallo, eekhoorn. Wij zoeken een meisje. Ze is iets groter dan ik en draagt een roze jurk. Heb jij haar gezien? Chirp, 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 chirp. Echt? Je wilt ons niet vertellen voordat we deze puzzel hebben opgelost? Het spijt me, professor. Dit kan wel even duren. Goed. Hazel. Hazel? Ik neem je uitdaging aan. Oké, hij heet Hazel. Hallo, Hazel. Puzzel 12. Eekhoornhapjes. Deze vier stukken fruit hebben elk een ander gewicht. De eekhoorns weten niet hoeveel elk stuk weegt, maar ze weten wel dat hun twee favoriete stukken het op 1 na en het op 2 na zwaarste fruit zijn. Verder weten ze ook dat het opgetelde gewicht van deze stukken fruit een even aantal oplevert. Als je elk van de twee vakken een stuk fruit legt, geef dan de teller het opgetelde gewicht aan. Kun je deze eigenaardige weegschaal gebruiken om erachter te komen waar de eekhoorns het meest van houden? Dat kan. Kijk, als we A gebruiken en met B. Met B is het 101. En met C is het 88. En met D is het 96. Dus dan is B sowieso al zwaarder dan de rechter 2. Dan gaan we nu even kijken. Deze is de zwaarste. Dan kom je op 97, op 105 en op 101. Dat betekent dat C de lichtste is. Dus zou het A en D moeten zijn. Ik ben benieuwd. Zo moeilijk is deze niet. Gewoon een beetje logisch nadenken. Sirup. Ja, vertel verder. Sirup, sirup, sirup. Nice. Begrepen, professor. Hazel zegt dat ze een meisje zag dat op weg was naar het dorpje. En dat is deze kant op. Juist, dan moeten we gezwind vertrekken. Breng alsjeblieft mijn dankbaarheid over aan Hazel. Chirp, chirp. Wat is dit? Een cadeautje voor ons? Wauw, dus dit is een populair spel bij eekhoorns? Dat klinkt leuk. De notenroller is vanaf nu beschikbaar in de koffer. Oké, dankjewel. Chirp, chirp.
Oh, lol. Hallo, ik wil gewoon een hintmuntje. Ik wil allemaal die onzin niet. Kijk, dat is tenminste een hintmuntje. Daar hebben we tenminste nog wat aan. Oké, nou dan lopen we verder. Dit ziet er best uitgestorven uit. Aanschouw Lekkerbek. Het landschap is prachtig, maar vanwege de vele ongelukken is het geen populaire vakantiebestemming. Ik vermoed dat deze bescheiden vesting een buitengewoon geheim herbergt. En wat mag dat zijn? U bent archeoloog, professor. U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van de Azran. Maar natuurlijk, een oeroude beschaving die lang voor de komst van de moderne mens floreerde. En de vorige game ging er natuurlijk ook al grotendeels over. Het meisje levert onomstotelijk bewijs voor het bestaan van deze beschaving. Een analyse van het fossiele ijs dat haar gevangen hield, kan ons wellicht vertellen wanneer de Azran leefden. Dus met andere woorden, dit meisje is de sleutel tot de geheimen van de Azran. Precies. Ik denk niet dat we hier per ongeluk zijn geland. Ik ben ervan overtuigd dat zij ons hierheen heeft geleid. Als mijn theorie klopt, bevindt er zich een Azraans reliek in dit dorp. Het zou zelfs de oorsprong kunnen zijn van een soort magnetisch veld dat storingen veroorzaakt in overvliegende vliegtuigen. Oeh, spannend. Dat zou wel een heel bijzonder geheim zijn. Als we aannemen dat u gelijk heeft, probeert het meisje hoogstwaarschijnlijk het reliek te vinden dat is achtergelaten door haar volk. Dat geloof ik wel, ja. Maar dit is natuurlijk niet meer dan giswerk. Om de waarheid te achterhalen, moeten we het meisje vinden. Oké, interessant. Kijk, hintmuntjes om te rapen, dat is fijn. Voor jou 4 hintmuntjes? Dit ziet er wel eng uit. Hé, hey, meneer. Pardon, heb je tegen mij, jongeman? Natuurlijk. Was dat u, Krius-klasse ballistische luchtschip... Oké. Dat zojuist het meer stortte en een vloedgolf veroorzaakte? Ons voertuig is wel in het meer geland, maar het is een klein rood luchtschip. Wat? Dus die grote ijzeren zeppelin is niet van jullie? Nou, dat is mooi balen. Ik hoopte dat u me erin zou kunnen rondleiden. Ik geef toe dat dat andere luchtschip behoorlijk imposant is, maar de Bostonius is lichter en veel wendbaarder. Echt? Wauw, om eerlijk te zijn zou ik elk luchtschip wel eens van binnen willen zien. Maakt niet uit wat voor een. Hé, jij lijkt me een pietere knaap. Kun je ons misschien helpen? We zoeken een meisje. Lang haar, doet een beetje vreemd. Huh? Ja hoor, ik zag haar net nog. Ze liep naar het station. Geweldig. Dankjewel, prof. Dankjewel, sorry. Professor, laten we gaan. Let's go. Professor, kijk daar. Oh, daar heb je weer zo'n enge kwartel. Verdulle me, ik ben ze kwijt. Maar ik weet zeker dat ze hier ergens geland zijn. Oei, kwartel, waarom kijk je zo zip? Oh, ben jij het? Ik dacht dat ik jou in Friesburg hadden achtergelaten. Ha, jij denkt zeker dat ik een of andere clown ben, kwartel. Als je maar weet dat ik met mijn eentje die slimpiepers heb tegengehouden. En daarna zelf de laatste helikopter nog heb gehaald. Je had erbij moeten zijn. Het was grandioos hoe ze voor mij sidderden en beefden van angst. Nou, die sidderende bevende slimpiepers van je hebben wel mooi het meisje terug kunnen stelen, druil. Wat? Geniaal. Gelukkig voor jou zijn we hier ergens in de buurt geland. Dus je hebt nog een kans om je hachje te redden. Goed. Dus we gaan ze vinden en dan is alles weer koek en ei tussen de baas en mij. Precies. Kiviet, doe eens rustig, joh. Haastige spoed is zelden goed, oké? Het lijkt erop alsof die mannen ook op zoek zijn naar dat meisje. Dus ze hebben haar in ieder geval nog niet gevonden. Een geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen.
We mogen deze kans niet door onze vingers laten glippen. Het is van grootste belang dat we het meisje snel vinden. Kom op. Wie waren die figuren eigenlijk? Ze werken voor Targent, een geheime organisatie die uit is op het ontgrendelen van de Azraanse krachten. Dat klinkt behoorlijk onheilspellend. U bent al bekend met de Gouden Tuin, de oase die u ontdekte in Mist Hollery. Dat is van Game 4. Het is de Tuin der Genezing. En u herinnert zich nog wel de Stad der Harmonie, de ruïne die oprees uit de zee rond het eiland Ambrosia. En tot slot hebben we de Oneindige Tunnel, een uitzonderlijk ingewikkeld mechanisme vlak buiten Monte d'Or. Die kennen we ook. Deze drie oeroude constructies werden gebouwd door de Azran. De Azran moeten een opmerkelijk volk zijn geweest. Hun technologie was veel geavanceerder dan wij ons kunnen voorstellen. Als iemand die technologie voor zichzelf zou opeisen, zou diegene genoeg macht hebben om over de hele wereld te heersen. Aha, dus daar zit Targent achteraan. De macht van de Azran. Dat klopt, ja. Targent heeft inmiddels alle drie de Azraanse constructies die ik net noemde in hun greep. Wat? Hun onderzoek naar de Azraanse ruïnes leidde ze regelrecht naar Friesborg, net als mijn eigen bevindingen. Maar niemand van ons had kunnen bedenken wat wij hier zouden vinden. Dat meisje is de sleutel tot dit alles. De sleutel tot de erfenis van de Azran. Ik begrijp het. In dat geval is het van cruciaal belang dat Targent haar niet vindt. Inderdaad, we moeten ons haasten. We moeten ons haasten, hoor jullie dat? Oké, we mogen hier rondkijken. Hier zitten altijd hintmuntjes verstopt en die zijn altijd leuk. Kijk. Oeh, een cat. Oh, die kan ik niet. De meisje heeft wel een puzzel. Dat is mooi. Sonja, hebben we die al eerder gezien? Weet ik niet zeker. Goedendag, mijn heren. Zoekt u misschien iets? Fatsoen gebiedt mij dat ik u help, geloof ik. Maar eerst, heren, zoals jullie hebben vast geen bezwaar tegen het helpen van een dame in nood, toch? Een puzzel. Een bloem voor altijd. Oeh, dan moeten we kleuren gaan maken, denk ik. Je gaat voor een vriend een kleurige bloem naaien uit een stapel rode, blauwe, gele en paarse bloemblaadjes. Je wilt een unieke bloem maken, dus je hebt besloten dat geen enkel bloemblaadje een ander blaadje met dezelfde kleur mag aanraken. Dat is de enige regel. Klik op het blaadje om de kleur te veranderen. Oké. Wat we dan gaan doen is dat we dit even laten zien. Kijk. Stel, we maken dit zo. Ik denk dat we die geel moeten maken. En die rood moeten maken. Dan kan deze paars. Kan die eventueel rood. Die kan blauw. Die kan eventueel rood. Zo. Zo, dit kan. Dit kan ook. Dit kan niet. Die kan je al niet rood maken. Dus stel. Even opnieuw. Waar kan je het best beginnen? Dat is lastig. Ik denk dat je hier kan alleen maar rood. Dus dat is een goed begin. Hier kan alleen maar blauw. Dan kan al hier alleen maar geel.
Oké, zo moeten we er een beetje komen. Eigenlijk net als in met Sudoku. Kijk, dit kan alleen maar paars zijn. En dan kan dit alleen maar blauw zijn. En dan kan dit alleen maar paars zijn. En dan kan dit weer alleen maar rood zijn. En dan kan dit alleen maar blauw zijn. Dan kan dit alleen maar geel zijn. En dan kan dit alleen maar blauw zijn. Dan kan dit alleen maar paars zijn. Het gaat de goede kant op. Die moet blauw zijn. Dan kan dit alleen maar rood zijn. Dan kan dit alleen maar blauw of geel zijn. Dit kan ook nog, wacht, deze doe ik even leeg. Kan blauw en geel zijn. Dit kan alleen maar rood zijn. Dat is goed om te weten. Deze kan alleen maar paars zijn. Dus dit kan alleen maar blauw zijn. We zijn al een heel eind. Dit kan alleen geel zijn, zie ik. Dan kan dit alleen rood zijn. En dan kan dit alleen blauw zijn. Dit zou moeten zijn. Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Nice. Een echte heer kraakt elke puzzel. Nice. Hiha, kijk eens aan. U heeft het klusje al geklaard. Goed, waarmee kan ik u van dienst zijn? We zijn op zoek naar een jonge dame met een enigszins opmerkelijke verschijning. Heb je wellicht iemand langs zien komen? Een meisje? Nee, ik geloof het niet. Ik ben hier al een poosje en er is geen enkel interessant persoon langsgekomen. Behalve u dan, waarde heer. Wacht eens even, professor. Denkt u dat de jongen het verkeerd had? Misschien dacht hij dat we dit meisje wilden. Even kijken. Als er verder iemand voorbij is gekomen, dan zal het wel eens het geval kunnen zijn. Oh, maar dat betekent dat het meisje niet eens naar het station ging. Het lijkt er sterk op, maar we kunnen nu hier toch zijn, kunnen we net zo goed even kijken of we niet iets nieuws te weten kunnen komen. Kijk, er staat een meneer met een grote neus. En wat hebben we hier? Ik ving al wat geklets op over een heerschap met een kekke hoed. Dat zal jij dan wel zijn. Oh, waar heeft u over de professor gehoord? Een of andere mafketel kwam vragen naar, even denken, zijn meest stijf geraakte vriend. Wiens hoed naar de hemel reikt. Hij is doorgekuierd naar het station. Je zult hem wel op het perron vinden, maar je moet goed zoeken. Goed zoeken? Oh, u bedoelt dat we moeten inzoomen op het station? Precies, wat ik bedoel, ja. Oké. Nou, dan doen we dat. Och, dat is die mafketel. Die maffende keteling. Dat noemen ze ook wel eens Aldus. Nou, Aldus, wat heb je te zeggen? Oh. Te bedenken dat ik u hier zou vinden, mijn uiterst hooggeëerde vriend. Onze wegen lijken uit dezelfde draad gesponnen. Ah. Oh, ik snap het al. Dus dit is de maf... Ik bedoel, dit is de man die naar ons op zoek was, professor. Absoluut, onweerlegbaar. Zoals de eekhoorn zijn noten zoekt, betaamt mij u te vinden. Maar laat mij eerst vertellen hoe vereerd ik mij voel dat u zoomvaardigheden waarin ik u heb onderwezen zo gretig gebruikt. Dank u al, dus we wilden het met u. Waar wilde u het met me over hebben? Oh ja, natuurlijk. Ziet u, mijn vriend. Ziet u, mijn vriend. Het geluk wil dat ik in bezit ben van informatie die u wellicht van pas zal komen. Misschien heeft u het al gemerkt als u het vergrootglas beweegt. Sommige objecten zijn een soort van poefje veroorzaken. Wanneer zo'n poefje ziet, zelfs als het vergrootglas niet oranje wordt, schep dan de moed en onderzoek vastberaden. Oké. Het betekent immers dat de vreemde en wonderlijke snuisterijen binnen handbereik zijn. Wel nu, wees zo vriendelijk om met uw vergrootglas de schoorsteen van de locomotief te onderzoeken. Oh, van de locomotief, oeh. Oeh, nice.
Je hebt een nieuw voorwerp gevonden. Een bekend relief. Voortreffelijk gedaan. En dit voorwerp, beste vrienden, is een prachtig exemplaar voor uw nieuwe verzameling. Op al uw verre reizen zult u allerlei pracht en prularia, trofeeën en troep, wilde en wisselwatjes tegenkomen. Verzamel dergelijke snuisterijen in deze kleine kist. Oh ja, nou, dit is niet echt interessant. Aldus, je kan de pot op. Dankjewel. Adieu, inderdaad, gaan we weg. En daar gaat hij. Het lijkt in ieder geval weer wat warmer te hebben. Ja, leuk. Dit zal onze reis ongetwijfeld nog plezieriger maken. Fantastisch. Oeh. En, heb je die mafkees gevonden waar ik het over had? Ja, we zijn Aldus tegengekomen. Helaas kon hij ons niet helpen met ons probleem. We zijn naar iemand op zoek, ziet u. En dat is jammer zeg. Achter wie zit je in vredesnaam aan? Toch niet achter die maffe meid die je eerder langs banjerde? Ah, dat zou haar wel eens kunnen zijn. Welke kant ging ze op? In de richting van de vismarkt, dunkt me. Ongetwijfeld op zoek naar een lekker vers gevangen forelletje uit het meer. Mooi, dan is er dus een kans dat ze daar nog steeds is. Iemand zal haar toch wel gezien hebben. Kom op. Een grote vis. Een hintmuntje. Nog een hintmuntje. Nice. Daar worden we altijd blij van. Kijk. Oeh, de fried puzzel. Oh, nieuwe gezichten. Laat me jullie eens bekijken. Ha, jullie zaten zeker op dat gekke kleine luchtschipje, of niet? Ja, yep, tenminste, het grootste deel van de reis zaten we in dat schip. Hoe wist u dat? Heeft u de Bostoniërs neerzien komen? Oh nee hoor, gewoon een marktgeroddel. Er storten hier constant luchtschepen neer. Het is makkelijk de overlevenden te herkennen. Oh sorry, dat was een beetje lom van me. Ik doe er heel luchtig over, maar voor jullie was het natuurlijk vreselijk. Roddels kunnen we eigenlijk wel gebruiken. Er was een meisje bij ons. We zijn haar uit het oog verloren tijdens onze noodlanding. Een meisje? Is het heus? Wat gek. Ze zag er niet echt uit alsof ze bij jullie hoorde. Maar u heeft wel een meisje gezien. Weet je wat? Ik vertel jullie wat ik gezien heb als jullie deze puzzel voor me oplossen. Afgesproken? Nou, dat is goed. Bloemetjes planten. Een gezin met een kleine... Een gezin met een kleine opkomst, jezus, moeilijk is Nederlands, hè, wil dit heugelijke feit vieren met een tuin vol bloemen. Maar deze bloemen kunnen niet op zomaar elke manier worden geplant. Elke bloem moet omringd worden met bloemen van een andere kleur. Houd hier rekening mee terwijl je de verschillende bloemblokken in de tuin plaatst. Je kunt de bloemen niet in het vakje van het huis plaatsen. Is hij ook om te draaien? Nee, hij is niet om te draaien. Oké. Okay. Het scherm is wel even om te draaien voor jullie. Even kijken hoor. Even kijken. Deze zal hier bijna wel moeten, dat kan bijna niet anders. Die kan niet hier. Die zou hier in theorie kunnen. Dit ziet er goed uit. Kijk, hotse vlot. Prachtig. Lekker. Die had ik mooi goed. Dat heb je zeker goed gedaan, Ash. Luke.
Goed gedaan. Je hebt nogal groene vingers, geloof ik. Oké, okay, luister goed. Een klein poosje geleden liep een meisje naar de hut van, van Boris. U weet wel, meneertje Ruwe Bolster, de visser? Juist. Dus als we die kant op lopen? Dan komt u haar waarschijnlijk tegen, ja. Het is niet bepaald een drukke buurt. Dus als ze daar is, ziet u haar snel genoeg. Begrepen. Ontzettend bedankt voor uw hulp. Trouwens, je was nogal handig met die bloembedpuzzel. Ken je dat je iets grotere uitdaging... Denk je dat je een iets grotere uitdaging aan kunt? Meneer bloembedpuzzels, bedoelt u? Jazeker. Meer bloembedpuzzels bedoelt u? Jazeker. Ik was behoorlijk goed met de laatste, al zeg ik het zelf. Tuinier is mijn hobby, maar Lekkerbek is hopeloos als het gaat om exotische planten. Ik weet niet of het aan het aarde of aan het klimaat ligt, maar als alles verlept hier. Dus alsjeblieft, je kunt er vast meer mee dan ik. De bloementuin is nu beschikbaar in de covering. Nice. Zorg goed voor mijn schatjes, oké? Okay? Dat is goed. En dan zien we jullie de volgende aflevering weer bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Argestrand. Bedankt voor het kijken. Laat een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.